Q Music. Nothing beats a Q is good for you. Vuurwerk, de musical. Vuurwerk. Het grootste bezwaar tegen vuurwerk is precies wat het zo leuk maakt. Het is gevaarlijk. Want je kunt wel met een veiligheidsbril op een pijl aansteken, met zo'n lontje en dan 10 meter wegrennen. Maar dat is ongeveer zo spannend als het aansteken van een fietslampje. Maar steeds meer mensen ergeren zich aan de ongemakken. Als de herrie, de rommel op straat en het missen van vingers. Weer een rotje in je haren, omdat we niet voorzichtig waren. Hij vloog niet recht, hij vloog wel krom. En er kwam een hondje bij om. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vingers zijn er overgebleven. Ze liggen hier, ze liggen daar. Een extra probleem is dat Nederlanders gaan knutselen met vuurwerk. Voor veel jongens is vuurwerk een soort tweede piemel. Het leukst om te gebruiken waar die niet voor bedoeld is. En je wordt er blind van. En dus wordt er met vuurwerk geëxperimenteerd alsof het een medicijn tegen ebola bevat. Mik is met een rotje op mijn ogen. Gooi nog eens een strijker naar mijn kin. Ik stop dat rotje us, daar in die brievenbus. Dan slik ik deze babyvuurpijl in. Hatsee! En dus is er een enorme markt voor illegaal vuurwerk. Vooral uit China, want daar heet illegaal vuurwerk gewoon vuurwerk. En ieder jaar zijn er weer een paar mannen die betrapt worden op een voorraad vuurwerk waarmee je IS kan verslaan. Want wat kan er fout gaan? Ik heb 80.000 strijkers in een schuur. Ja, is een vrij land, toch? Dat lijkt link. Ach. Maar ik ben een goede buur. Want ik hou het meestal weg bij open vuur. En ik ga meerdere keren per dag kijken of er veilig ligt. Want dan ga ik even roken in het vuurtje. Jammer genoeg zijn het niet alleen de idioten die gewond raken. Maar ook mensen die in de straat wonen bij een idioot. Oftewel, wij allemaal. Maar wij hebben de oplossing. Vuurwerk mag in het vervolg alleen nog maar afgestoken worden door vrouwen. Want het zijn altijd de mannen die met vuurwerk lopen te klootviolen. Laat je vriendin dat vuurwerk lekker veilig afsteken. En als er dan een keer iets misgaat, nou dan is ze in het vervolg gewoon wat sneller klaar met nagellakken. Ja, denk ook. Mannen, geef je vrouw een setje pijlen, hele dure. Mannen, je kan jouw vriendin al midden nacht de straat op sturen. Mannen, laat je vrouw eens die lawine pijl afvuren. Mannen, je wil echt niet zelf naar buiten met die temperaturen. Vuurwerk, de musical. Nu met extra veel strijkers. Ja, echt te gek, jongens. Dankjewel. Oké, tot volgende week. Hè. Alle musicals zijn terug te luisteren via qmusic.nl. Q Music is good for